Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag en ik heb weekend, yay! En je denkt, hey Alex, waarom heb je zo weinig make-up op je gezicht? Nou, ik ga hardlopen. Ja, dat is wat hè? 2 jaar geleden heb ik voor het laatst hard gelopen, ook rond deze tijd trouwens, want toen heb ik voor het laatst meegedaan aan Ladies Run. En nu is het pas weer geweest en toen dacht ik, ja... Het kriebelt wel weer een beetje of zo, maar ik wil niet weer om de dag gaan hardlopen, want het was echt veel te veel met mijn baan erbij. Maar goed, toen moest ik in een korte tijd trainen voor de ladies run. Maar ja, ik ga denk ik gewoon weer 1 of 2 keer in de week weer een stukje hardlopen. Alleen zal ik het wel weer op moeten gaan bouwen. Daar heb ik dan weer geen zin in, maar ja, ik wil ook weer niet meteen te veel gaan rennen. Maar het is wel leuk, want ik ga het samen doen met Sien, dus... Gaat hij ook gewoon meelopen. En het is ook wel leuk, want ik wil er een soort van serie van gaan maken op YouTube. Dat ik gewoon elke keer als ik ga hardlopen dat ga filmen. En ja, zodat iedereen een beetje voortgang kan bijhouden. En dat vind ik zelf ook wel leuk, want dat is voor mij ook misschien een beetje een stok achter de deur om ook echt te gaan. Weet je, niet dat dan niet eens die serie stopt, want dan moet ik gewoon, want ik moet de volgende aflevering zeg maar ervan online zetten. Zo, dat waren heel veel woorden in één zin. Oké, buiten adem. Zie je, daarom moet ik gaan sporten. Maar goed, vandaar dus mijn half make-uploze hoofd. En wat gaan we voor de rest nog doen? We gaan nog eventjes naar de stad vanmiddag. En er komen ook mensen voor de auto kijken vandaag. Ik heb vanmorgen de auto online gezet, want was het zat. En Sien heeft gewoon een scooter nodig voor naar zijn werk. Dus die hebben we waarschijnlijk ook al kunnen regelen. Dus ja... Dat eigenlijk. En voor de rest zien we wel wat de dag ons brengt. Dit is trouwens mijn hardloopoutfit. Misschien kan ik het even laten zien. Nou ja, dit is een beetje stom. Mijn hardloopschoenen. Die heb ik al. Het ligt gewoon al 2 jaar in mijn kast. En zo. Maar ja. Ach. Nou, we zijn aan het uitlopen van het hardlopen. Uitlopen van het hardlopen. Dat klinkt wel leuk. Wil je weten hoe dat allemaal gaan is? Dan moet je even op de link in de beschrijving klikken. Dan kan je zien hoe mijn eerste keer hardlopen weer ging, na 2 jaar. Nu gaan we naar huis. We zijn er bijna. Even douchen. Dan gaan we eventjes de stad in. We moeten ook nog thuis zijn om 3:30 en dan komen ze kijken voor de auto. Dus hopelijk dat die opgehaald wordt. Dus ja. Het is wel een druk dagje vandaag. Maar ja, het is ook wel weer lekker. En ik ben... blij, of nou, ik hoop eigenlijk dat sporten me ook... Ik kan mijn arm niet meer hoog houden. Poeh, dat sporten me ook weer wat meer energie gaat geven. Want af en toe ontbreekt het me daar nog wel eens een beetje aan. Ook wel natuurlijk omdat ik problemen heb met mijn schildklier. Maar ook gewoon omdat je jezelf wat vaker van de bank moet afschoppen. En dat doe ik een beetje te weinig. Maar ja, wie weet gaat dit helpen. Weer een beetje... stap in de gang rechts of niet? Oh, weer een beetje een stap in de goede richting. En ja, Sien die loopt gewoon mee omdat hij het leuk vindt. Hij was ook helemaal niet moe, zegt hij. Blijf volgen. Nou, ik weet het niet hoor. Ik ben toch best moe. Maar goed. Eerst maar even lekker douchen. Deze creepy bastard. Om de hoek. Nou, we zijn helemaal gedoucht en weer helemaal klaar voor de rest van de dag. Het is alleen wel al 3 uur ondertussen. Beetje laat, maar ik ga eventjes naar de stad zo. Sien die komt dan daarna, want eerst komt er even iemand voor de auto kijken over een 30 minuten. Maar ik ga gewoon alvast en dan zie ik hem daar wel eventjes. Dit heb ik aan vandaag. Mijn Martens boots heb ik vandaag aan met... mijn high-waisted favoriete broek, zoals jullie wel hebben gezien. Want ik draag dit echt altijd. Die broek is echt mijn favoriet. Ik heb hem ook nog in het licht, maar donker vind ik hem toch wel wat leuker.
Hij is high-waisted, hij zit tot hier. Gewoon een top van de H&M, een hele simpele top met off-shoulders. Maar nu zit dat even anders omdat ik een jasje aan heb. Een ketting, kunnen jullie zien. Van, oh, waar heb ik die vandaan? Van de Nachtmarkt trouwens, heb ik die een keertje gekocht. Echt gewoon een euro of zo. Vond ik wel heel leuk. En mijn jasje van de Cool Cat. Dus we zijn er weer klaar voor. En die boots ben ik ook echt wel blij mee. Het zijn wel neppen, maar ik geef er echt helemaal niks om. Want ik wist ook niet zeker of ik het wel leuk zou vinden. Maar ja, ik ben er wel echt heel blij mee. Ze zijn wel een beetje wijd. En ik moet wel een beetje wennen aan de, hoe zeg je dat? Dat klinkt even heel stom, maar de stoerheid of zo ervan. Want ze zijn wel echt stoer. Oh, verkeerde kom. Ze zijn wel echt stoer, maar ja. Ja, ik vind ze toch wel leuk. Trouwens ook wel even leuk is, we kregen vanmorgen een berichtje van Danny op YouTube. ADH Danny noemt hij zich. Kregen we een berichtje over nou, hoe leuk hij het vindt wat we doen. En het is een geluidsfragmentje, dus ik zal het hieronder wel even invoegen. Dus Danny, bedankt daarvoor. Ik vind het leuk hoe enthousiast je altijd bent over dingen. Of iemand nou net begonnen is, of een mega goed lopend iets heeft. Of maakt niet uit, je bent enthousiast en je bent altijd positief. En ik denk dat sommige mensen daar nog best wel wat van kunnen leren. Dus dank je wel daarvoor. Vanuit Rotterdam, de Marinier 666 Cornelis, mensen worden helemaal gek, mensen doen yoga, iedereen doet jullie na. Maar ik vind het gewoon gaaf wat jullie doen, blijf dit doen, houd dit vol en jullie doen het gewoon leuk. En op dit moment, kijk even de Roomtour slaapkamer, heb ik me geabonneerd op jullie, want jullie doen het gewoon superleuk en hou zo lekker vol. De groetjes aan je vrouwtje en maak er een mooie hardloopwedstrijd van vandaag. Groetjes, hoi hoi. Weg naar de stad. Ik ben eventjes alleen en aan het lopen, want misschien moet even wachten op iemand die naar de auto komt kijken zo. Het is heerlijk weer hoor, met het zonnetje vandaag. Echt lekker. Heerlijk zo'n weekendje. Nou, we zijn weer terug uit de stad. Jij gaat altijd lachen zodra die camera aangaat. Wat is dat nou toch? Ja, beter lachen als boos kijken. Ja, dat is waar. Maar ik moet gewoon altijd om jou lachen. Oh, mijn haar is echt bagger. Ik ga jullie even laten zien wat ik gekocht heb. Ik dacht, ik doe weer een mini shoplog. Ik ben weer terug geweest naar de Rode Pilaar. God, ik moest even denken hoor. En daar heb ik nog een ander theetje meegenomen van Pukka. En dit is de, ik zal even niet de Franse kant laten zien. De wilde appel en kaneel. Oh, dat ruikt zo lekker ook. Tot zo, Mop. With ginger. Ik ben heel erg benieuwd. Hij ruikt in ieder geval echt super lekker. Ik moet gewoon een theedoos gaan kopen straks. Dat is niet normaal. Ja, en daar heb ik ook nog... Want ik had natuurlijk vorige keer al laten zien dat ik die lijn voor mijn huid heb gekocht. En dan heb ik ook nog deze erbij gekocht, want die had ik nog niet. Die was ik vergeten te kopen. Maar die hoort dus ook bij die lijn, zeg maar, bij die hele serie van producten. En deze moet ik 's avonds om mijn gezicht doen. Tot nu toe werkt het aardig goed, moet ik zeggen. Maar ja, ik ben ook nog maar net bezig ermee. Maar mijn huid voelt wel egaler, dus jee. Maar goed, kijken of de lange termijn ook zo is. Bij de Ethos hadden ze een actie op L'Oreal 1+1 gratis. En ik had een foundation gezien online die ik heel graag wilde kopen daarvan. Hij is wel iets duurder, dus daarom vond ik deze actie ook wel leuk.
Dus 1 plus 1 gratis. Dat is de Maybelline. Ah, zeg ik het gewoon weer. L'Oreal. Dat lijkt op dat er... Oh. L'Oreal Infallible 24 Hours Stay Fresh Foundation. Fights Makeup Meltdown. En blijkbaar heeft hij een hele goede dekking. Dus ja, daar was ik wel heel benieuwd naar. Hij is wel 18 euro, geloof ik. Ik zal even kijken of ik een bonnetje kan vinden. Oh, ik heb zegels voor iets. Oh, voor handdoeken. Even kijken. L'Oreal. Hij is 17,50. Oh, dat is goedkoper trouwens. Is goedkoper als bij de Kruidvat, want daar was die duurder. Daar was die 18. Dus scheelt een eurotje. En hij was dus 1 plus 1, maar ze hadden er nog maar 1. Toen dacht ik, nou, dan neem ik maar een mascara erbij. Want die zijn altijd super goed van L'Oreal. Dat is mijn favoriete merk voor mascara's. Ik heb normaal de Volume Lashes. Had ik normaal altijd of zoiets. Ook van L'Oreal, maar die was op. Dus nu heb ik de False Lash Wings. Ben benieuwd. Dan ben ik nog even bij de Action geweest. Een hele hoop gastendoekjes gehaald. Mijn handdoeken haal ik normaal altijd bij de HEMA hoor. Dat vind ik veel beter. Maar deze zijn gewoon voor als ik mijn make-up afhaal 's avonds. Want nu zit er dus elke keer make-up op mijn lichte handdoeken. En daar word ik een beetje gek van. En dat vind ik zonde. Dus vandaar deze. Oh, nog meer. Dan heb ik deze bij de Action gekocht. Die vond ik zo schattig. In case of emergency, break glass. En het is een spaarpot. Maar wij gooien ons klein geld altijd in zo'n pot. Maar ja, dat is gewoon mijn decoratiepot. En dat vind ik zonde. Mijn camera was vol. Jee. Maar goed, die hebben we dus gekocht. Ik weet niet meer waar ik gebleven was met vertellen. In ieder geval die. Heel simpel, gewoon een lampje. En deze nog voor op de slaapkamer. My favorite things. Oh ja, vergeet ik bijna die nog. Even pakken hoor. Deze, die had ik online gezien. En die vond ik zo leuk. Maar ik vind hem niet leuk hoe die er nu uitziet. Nee, ik vind hem pas leuk als de koker op zit natuurlijk. Dus dat ga ik doen. Hij is nu, ik ga hem er maar even niet helemaal uithalen. Hij is nu wit. En ik denk dat ik nog wel even een do-it-yourself ga opnemen over het koperspuiten van mijn spulletjes nog. Dus dat. De auto is inmiddels ook verkocht en staat al op de naam van iemand anders. We hebben er in ieder geval nog iets voor teruggekregen. En nu gaat Sien een scooter halen van dat geld. Zodat hij in ieder geval naar zijn werk kan met de scooter. En dat hij niet hoeft te gaan fietsen, want dat is gewoon niet normaal ver. Vlissingen-Oost. Dat is gewoon niet leuk om te fietsen elke dag. En plus, ik ben mijn fiets kwijt en moet elke dag gaan lopen naar mijn werk. Dus dat vind ik ook niet echt leuk. Dus dat ben ik ook wel blij mee dat dat ding nu weg is. Het is jammer. Ik baal er wel nog steeds van. Maar ja, weet je, niet meer aan denken. Hij is straks, morgen wordt hij opgehaald en is hij weg. En dan beginnen we gewoon opnieuw. En hopelijk hebben we ergens dit jaar gewoon weer een andere auto. En gaan we gewoon even wat beter en wat slimmer zijn als we een auto kopen. Tijd voor thee. Even mijn nieuwe thee uitproberen. Kijken of die ook echt zo lekker smaakt. Apart. Auwe. Ja, hij smaakt wel echt naar... Meer naar appel als naar kaneel hoor, vind ik trouwens. Maar goed. Ja. Hij is wel lekker. Auw, heet. Nou, de krans is klaar. Het lint wat er omheen zit, dat zat er al om. Maar Sien had hem bovenin vastgespijkerd. Dus echt loshalen, dat gaat niet. Dus ik laat het maar gewoon even zo. Alle spulletjes komen van de Xenos. Dit is een masker.
Vogeltjes. Zo schattig. En hier nog eentje. Pennenappeltjes. Ja. Ik ben er wel weer blij mee. De krans op de deur is weer herfstklaar. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het vloggen. Zie. Help. Help mij. Nou. Oh, mijn ketting. Het ging bijna kapot. Wauw. Ik heb echt sexy haar. Fuck. Wat? Ja, ik ga dood. Sien is aan het PlayStationen. En we gaan... Oeh, ik heb haar. Holy soda. En we gaan zo dance, dance, dance kijken. Dat begint over een minuutje of zo. En ja, dat is onze zaterdagavond zo een beetje. Misschien dat we nog even weggaan straks. Maar ja, weet je, dat ga je gewoon doen. Thuis zitten op zaterdagavond. Ja hoor. Als je ouder wordt, want ja, je bent al zo oud. Ik heb het over jou. Dit is de grote finale. Het is inmiddels, hoe laat is het eigenlijk? Ik weet helemaal niet hoe laat het is. Ik heb mijn horloge afgegaan. Ik kan het niet lezen op het scherm, ik heb mijn bril niet op. 5:30. 5:30. Ach, het begint net. Oude mensen liggen op bed om 5:30. Ja, de meeste wel, ja. Nou, het programma is afgelopen. En dat was eigenlijk een beetje ons zaterdagavond. Deze week. Ja. Saai, hè? Nee hoor. Ik heb het idee alsof we gewoon iets moeten gaan doen of zo. Ik weet niet. Misschien moeten we dat ook gaan doen. Ja, ik weet niet. Ik ga in ieder geval deze vlog afsluiten voor vandaag. Het is leuk geweest. Ik ben beu. En hem eventjes online gooien. En ja, dan zie ik jullie weer de volgende keer. Fijn weekend allemaal. Doei doei. Bye friends. Je zit echt... Wat heb je zo gejat? Dat heeft hij gejat. Van de Sekone Jolies. Als je die op gaat zoeken, de Sekone Jolies. Echt heel leuk trouwens. Nee, even serieus. Die zijn echt leuk. Ja, klopt. Het is echt heel leuk om te kijken. Op YouTube dan. Bye, friend. Oké, doei! Doei.